Zo. Het is 20 juli 2023. Ik zal het dan vinden. En het is 1:03 s'nachts. Wat is nou de bedoeling van Project Big John? Het YouTube-kanaal waar heel Nederland naar moet kijken. De bedoeling van deze website is dat ik jullie eens wat dingen leer. Op de eerste plaats Nederlands. Zeg je goed Nederlands leren. Dat je niet van die stomme fouten maakt zoals iedereen op de televisie. Allemaal doen ze het. Zelfs van het journaal maken ze fouten. Niet zoveel, maar toch nog wel eens wat. Zoals bijvoorbeeld, er zijn een aantal mannen in de tuin. Dat is fout. Er is een aantal mannen in de tuin, want het is maar één aantal. Dus er is een aantal mannen in de tuin. Ik kan je leren hoe dat je een beetje extra geld toegestopt krijgt van de gemeente. Dan stuur ik je naar de ik weet niet meer hoe het school hoe het nou heet. In ieder geval dan krijg je een begeleidster. Ik heb de 3, Tim en Sophie en Pieter. Pieter heeft mij de site eens een keer gemaakt, kon ik geen filmpjes meer uploaden, die knop kon ik niet meer vinden. Was storing geweest. Maar ik moet zeggen, ik heb die laatste computer die ik gekocht heb, die heb ik al 10 jaar. En die is nog nooit kapot geweest. Hij heeft het altijd nog gedaan. Maar het is de bedoeling. Dat jij dus, die nu zit te kijken, even abonnee wordt. Alsjeblieft. Word nou abonnee, want ik heb dat nodig. Als ik 125.000 abonnees heb, dan kan ik al een hoop aan reclamegeld gaan verdienen. Dan kan ik een auto kopen. Dan kan ik overal naartoe. Ook naar Amsterdam. Maar ook in de Groningen. Denk ik dat we vaak in Amsterdam ben dat ik een auto heb. Toen hier ook altijd in Amsterdam. Want zijn vriendin is door begeleidster van het Ajax voetbalelftal. Dus ze zijn alle twee dus hartstikke gek op voetbal. Ze doen niks anders dan voetballen kijken. Vinden ze mooi. Ik geef er niks om. Weet je wat ik mooi vind? Formule 1, dat is dit weekend ook weer. Komende weekend is ook weer Formule 1. En de week erop is het weer raak. Van de week in Hongarije en volgende week in België, geloof ik. Ik ben vandaag niet in 4 uur met de hond wezen wandelen of om 4:30. Maar om 4:30, toen had hij ook nog een beetje gepoep. Ik ben zo gek op dat beest, hè. Ben je mooi staafje? Yes, Uncle John, yeah! Word abonnee. Ben je nou nog geen abonnee? Doe alsjeblieft. Druk even op die knop onder in beeld. Staat de knop abonneren. En als je daarop klikt, dan ben je abonnee. Dat kost niks. Je wordt niet geregistreerd. Je naam wordt niet bekendgemaakt. Niemand weet dat jij dat hebt gedaan. Want er staat er gewoon weer eentje bij.
Ja, dan staat er weer eentje bij. En als ik dan verder dus heb, dan kan ik al een leuk geldbedrag verdienen van YouTube. En de reclamefilms die ik zelf maak, over Albert Heijn XL hier in Kronenburg, wat je daar allemaal kunt kopen, dat je moet opletten dat je producten koopt waar 35% korting op staat. Die zijn aan de datum, dus de uiterste verkoopdatum is gehaald. En dan gaan ze voor 35% korting gaan ze eruit. Nou, als je dat koopt, heb je 35% verdiend. Hoef je ook niks te jatten. Tjonge, dat gebeurt echt zoveel. Er wordt zoveel gejat in de supermarkt. Hebben ze zo'n zelfkassa. Dan kun je zelf met de tas naar de kassa lopen. En dan kun je voor zo'n rood ruitje kun je de boodschappen scannen. En dan doen ze weer in de tas. En dan hou je het pasje er even binnen en is dat betaald. Die boodschappen die je gescand hebt. Maar als je ook een aantal boodschappen in de tas hebt zitten die je niet hebt gescand. Ja, dan heb je mooi een paar dingen voor niks. Maar dat moet je niet doen. Maar ik weet dat dat gebeurt. Ik heb dat wel eens gehoord van iemand die me dat vertelt, dat hij dat altijd deed. Maar ik doe dat niet. Ik kom gewoon door, ik doe de tas voor boodschappen en ik reken alles af. Ik zal nooit wat stelen. Nou, ben je inmiddels al abonnee? Ik wil zo graag dat die abonneemeter oploopt. Ik wil heel veel abonnees hebben. Snap dat nou eens. Dan kan ik jullie een heleboel dingen leren. Dan kan ik jullie een heleboel dingen vertellen. Ik ga leuke dingen doen. Ik ga het land in, want ik koop dan een auto. Ik heb een rijbewijs. Neem ik eerst wel even nog een paar lessen bij Wim Kuhne. Je maakt weer reclame voor Wim Kuhne. Rijschool. Willem doet het al jaren, decennia. Het kan maar 40 jaar zijn dat hij dat doet. Wim Kuhne. Daar heb ik mijn vrachtwagenrijles gezeten. Vrachtwagenrijbewijs heb ik ook nog. En een motorrijbewijs. Een autorijbewijs. Heb ik allemaal. Ik ben professor. Pedagogiek en Nederlands. Nederlands was mijn bijvak. Dat vond ik leuk. Dit deed ik alleen maar erbij omdat ik dat leuk vond. En interessant. Dat je goed leert praten. Dat je bijvoorbeeld zegt, niet zegt van, er zitten een groep mannen in de tuin. Is dat fout dan? Ja. Er zit een hele groep mannen in de tuin. Het is enkel fout. Het is één groep. Niet dat die groep uit een hoop mannen bestaat, dat maakt niet uit. Het is één groep. Dus, er zit een groep mannen in de tuin. Of er zit een aantal mannen in de tuin, één aantal. Dus het is enkelvoud. Er zit een aantal mannen in de tuin. Nou, je hebt dat ook alweer geleerd. En dan kun je ook naar mijn oor. Een vliegje. Maar ik heb mooi 22,5 graden in de kamer. Ik heb keukenramen losgehaald. En de tuinen open. En boven staat alles nog open.
Het is al 9:50 geweest. 10:50. Ja, ik denk dat hij lang zat is. Dus de boodschap is, wat heel belangrijk is, is dat je nu dus even abonneer wordt. Klik op die knop, alsjeblieft. Je merkt er helemaal niks van. Het kost ook niks. Het is gratis. Je krijgt er niks van. Je krijgt dus geen aanslag van de belasting als je bij mij op de site abonnee wordt. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Gewoon even op abonneren klikken. Dan heb ik er weer een abonnee bij. En dan ben ik blij. Want ik had er 213, maar er zijn er 3 afgehaakt. Er zijn misschien mensen die bij zichzelf denken van, haha, daar is je ontstaan ook weer met een filmpje, weer een appje erbij. Moet die weer weggooien, vervelend allemaal. Stel dat je dat nou vindt, dan moet je niet gewoon deabonneren. Nee, dat moet je dus niet doen. Je gewoon abonneer blijven, maar naast de knop abonneren. Er zit een rond knopje met een belletje erop of zoiets. Als je daarop klikt, dan krijg je geen appjes meer als ik er een nieuwe film op zet. Dus dan ben je er vanaf, maar dan ben je toch nog wel abonnee. En iedere abonnee telt. Ik wil er 125.000. Dat moet lukken. Die Nicky tutorials is het ook gelukt. En ik vind dat maar lelijk mensen te zien, die vent. Nicky tutorials. Maar die had miljoenen volgers, abonnees. Waarom kan ze wel zoveel abonnees hebben? En waarom heb ik maar 210? Wat komt dat door? Omdat jij nog steeds geen abonnee bent geworden. Word nou even abonnee. Alsjeblieft. Word abonnee. Ik vind hem lang zat. Ik zet hem erop. Dus, ik zal de computer even laten zien. Kijk, 10 jaar en nooit kapot geweest. Ik heb me €500 gekost, een tweedehands was dat. Nou, het is 20 juli 2023, het is precies 1:15, ik scheid ermee uit. Doei! Word abonnee!